Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is weer eens tijd voor een Shein shoplog. Het is alweer een tijdje geleden dat ik dat heb gefilmd. En ik had zin om gewoon even wat kleur in mijn garderobe te brengen. Dus bij deze heel veel gekocht bij Shein. Ik heb ook een onwijs leuke kortingscode voor jullie. Dus check dat even. En deze video is dan ook in samenwerking met Shein. De kleding heb ik opgestuurd gekregen. Maar ik blijf altijd eerlijk. En mocht het tegenvallen, zeg ik dat. Mocht ik het leuk vinden of de kwaliteit goed vinden, zeg ik dat ook. De lente komt er natuurlijk alweer bijna aan. En ja, ik heb er zoveel zin in. Zoals je ook ziet, lekker kleur weer in de kast en aan de kleding gewoon. Kan niet wachten tot het zonnetje weer lekker gaat schijnen en het gewoon wat warmer wordt. Echt helemaal aan toe. Ben benieuwd wat ik bij Shein heb besteld. Het zijn dus veel lente items, weer wat kleur items. Blijf dan zeker kijken naar deze video. Ik zal de linkjes in de beschrijving zetten en de kortingscode ga ik zo met jullie delen. Ik zal die ook nog even in de beschrijving zetten. En wil ik je vragen om een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn YouTube kanaal. Zo, zag je dat? Jeuk! En je te abonneren op mijn YouTube kanaal, maak je me onwijs blij mee. Ik denk dat het vanaf hierna eigenlijk bijna alleen maar verhuisvlogs worden. Dit is de laatste keer thuis. Nou, dit is toch een feestje. Al die kleurtjes. Met de code FLOOR. Lekker makkelijk. Krijg je 15% korting op je Shein bestelling. Ik zet het dus ook nog even in de beschrijving en alle linkjes ook. Laten we gewoon beginnen met het allereerste item wat ik zie. En dit is misschien wel gelijk een favorietje. Kijk nou naar deze kleurtjes. Het is een superleuke blouse. Oh, ik ben hier weg van. Ik wil deze morgen direct aandoen. Ik vind hem zo leuk. Dit is dus een katoenen witte blouse. Lekker groot. Ik heb een maat M. Ik heb eigenlijk altijd wel een maat M. Dus met blouse vind ik dat ook wel lekker. Mag wel wat ruimer zitten. Maar het heeft dus geborduurde bloemetjes op de mouwen. Maar ook aan de voorkant. Dit is toch helemaal leuk voor lente. Kijk nou. Het is ook zo mooi afgewerkt. En het stofje voelt ook heel erg lekker aan. Best wel dik katoen. Nou, ik heb deze dus in een maatje M. Knoopjes hier op de mouw. De mouw voelt ook wat steviger aan. Dus hier kun je het knoopje ook nog dicht doen. Maar ik denk dat ik het een beetje op ga stropen. Ik kijk nog wel even hoe ik dit ga combineren. Maar jullie gaan het in de aanbeelden zien. Ik denk dat ik het ga combineren met de broek die ik nu ook aan heb. Dat staat wel heel erg leuk met dat spijk en dat blauw. Maar goed, hoe leuk is deze blouse? En dat voor een goed prijsje. Deze blouse is maar 10 euro. Zonder kortingscode. Dus als je mijn kortingscode gebruikt, gaat er nog korting vanaf. 10 euro voor deze geweldige blouse. Maatje M heb ik hem dus. Ik ga hem nu aandoen. Hoe leuk is deze blouse? Ik ben er echt weg van. Ook super leuk met deze broek zo. Ik heb hem nu een beetje in mijn broek gedaan. Hij schijnt niet door. En ja, ik moet hem nog wel even strijken. Maar echt heel erg blij mee. Dit is toch echt een leuke blouse. Het volgende item zag ik bij een meisje die ik ken. En dat stond haar zo goed. En dat was al afgelopen zomer. En toen dacht ik, die wil ik ook. Maar ja, ik wist niet waar die van was. En toen zag ik hem opeens bij Shein. Toen dacht ik, ha, hij is voor Shein. Dit is zo'n leuk jurkje. Zo'n leuk jurkje. Oké, ik hoop dus niet dat het te kort is. Het is echt wel een kort jurkje. Maar leuk voor gewoon op vakantie. Je hebt dus ook in een roze variant en normaal zou ik daarvoor gaan. Maar ik vond dit dus echt een hele mooie met dat blauw en groen. Maar het is dus zo'n halterjurkje, dus wat hoger aan de hals. Maar de achterkant is dus open, dus je hebt echt een super mooie open rug. En dan gewoon zo'n zwierige jurk. Mooi als je verkleurd bent. Witte slippertjes eronder, laat ik zo nog even zien. Ja, dit is fantastisch. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die valt qua lengte. Ik ben zelf 1,69. Dat zeg ik echt al een paar jaar. Dus misschien ben ik wel 1,70, 1,68, whatever. Ongeveer 1,69. Dus ja, ook handig zo over je bikini trouwens heen. Maar helemaal leuk. Dit is dus wel echt zo'n polyester stofje. Dus zo'n statisch stofje. Maar op zich vind ik dat niet zo heel erg. Sinds wanneer heeft je in een tag? Nou, wist ik niet. Grappig. Ook niet bij alle items trouwens. Ik heb deze dus in een maatje M. En dit jurkje kost 13,60 euro. Ik vind deze echt fantastisch. Dit is zo'n leuk jurkje. Ik zou er wel een plak-BH of iets doen. Want nu bungelt het nogal, zeg maar. Maar dit is echt een hele leuke jurk. Hij past echt perfect. Ik vind het ook heel mooi met die open rug. Lengte zeg maar had niet korter moeten zijn. Maar dit vind ik op zich nog wel te doen. Dus ja, en dan met die slippertjes eronder. Heel leuk. Kom maar op met dat kleurtje van de zon. Hoe leuk om je haar ook een beetje zo op te steken. Dan zie je ook echt heel erg leuk zo die open rug.
Trouwens, ik heb jullie hulp nodig. Ik heb dus nu mijn haar een beetje, ja, mijn eigen haarkleur zeg maar heel erg bruin. Dit is mijn echte haarkleur, dit. Heel donker. Wat zeggen jullie? Bronde, dus een beetje dat wat ik nu heb, maar dan even een refreshment. Of heel blond, of heel bruin. Wat zeggen jullie? Ik weet het allemaal niet meer. Oké, het volgende item lijkt er heel erg op. En ik vind deze ook echt fantastisch. Deze kleur, de vorm. Ik vind het gewoon echt een hele leuke jurk. Maar ook hier ben ik een beetje bang voor de lengte. Hè? Ik wil namelijk niet mijn arm omhoog doen en dat je dan alles ziet. Maar goed, we gaan het meemaken. Hoe fantastisch is dit jurkje? Het is ook weer gewoon zo'n lekker los jurkje. Een beetje met van die veren. Ja, het zijn geen veren. Een beetje van die touwtjes. Nou, ik vind het echt leuk. Olijfgroene kleur. Mooie V-hals. Helemaal leuk voor vakantie. Ook weer met witte slippertjes eronder. Ik denk dat dit echt heel erg leuk staat. Deze is €14,50. En deze bandjes kun je trouwens ook verstellen. Dus dat is op zich wel heel erg handig. Dan dit jurkje. En ik weet het niet hoor. Ik voel me echt een plank. Snap je wat ik bedoel? Het had heel leuk kunnen zijn. En op zich vind ik het ook wel weer wat hebben. Het zakt hier alleen wel een beetje af. Dus die zou ik dan wat strakker moeten doen. Maar ja, dan zit het allemaal heel hoog. Dat hoeft nou ook weer niet. Ik weet niet. Misschien moet ik dit... Maar kijk, zo lijkt het ook echt alsof ik een buikje heb. Niet dat dat erg is, maar... Ik heb ook wel een beetje een buikje, maar nu lijkt het wel wat heftiger of zo. Nee. Ik ben niet helemaal weg van dit. Laat me weten wat jij ervan vindt. Nee. Ik heb het natuurlijk al de hele tijd over slippertjes. En toen zag ik deze op de site. En ze zijn binnengekomen dus. Slippertjes. En ik vind dit echt hele leuke slippertjes. Een bruine zool met een witte band. Nou moet ik zeggen dat hij echt mega breed is. Ik heb best wel smalle voeten. Misschien is het omdat hij een beetje geplet was natuurlijk. Dat het gewoon weer even een beetje vorm moet krijgen ofzo. Maar ik heb dus een maat 40 besteld. Normaal heb ik een 39, soms een 40. Maar ik vind slippers, die moeten niet te klein vallen. Dus toen dacht ik, 39,5 was er niet. Ga voor 40. Hij ziet er dus wel een beetje groot uit. Ook qua breedte. Dus ik hoop niet dat dit heel erg los zit, zeg maar. Hij voelt dus wel wat dunner aan. Een beetje cheap. Maar goed, wat verwachten we dan ook? Je kan hem niet helemaal ombuigen. Dus dat is op zich positief. Dit is wel een beetje cheap. Maar het ziet er van op het oog zo niet cheap uit, moet ik zeggen. Dus we gaan het gewoon aandoen. Ik hoop dat het past. Maatje 40 slippertjes. Je hebt deze dus in echt allerlei verschillende kleuren optie in. Oranje, groen, blauw, paars, zwart, wit. Echt alles. Kost €10,25 en ik dacht ik ga voor wit. Nou en deze slippertjes lopen echt geweldig. Deze zijn echt top. Oké, het volgende item. Dit is ook echt een item wat ik gewoon lekker naar werk aan kan doen. Ook weer met een spijkerbroek. Maar dan toch een pop-off collar voor de lente. Ik wilde nog een gekleurde blouse. En toen zag ik deze. En toen dacht ik, ja. Maar deze had je dus in allerlei kleuren. Maar ik ben dus voor de roze gegaan. Lijkt een beetje op lila. Maar de kleur op de site heet roze. Dit is de blouse. Met prachtige pofmouwen. Ik ben echt weg van pofmouwen bij blousjes. Ik vind dat echt heel erg leuk. Hier loopt hij dus weer wat... nauwer, dus met een elastiek. Dus dan valt het gewoon goed om je pols heen. En het stofje voelt ook wel lekker aan. Een beetje katoen mixed met polyester, denk ik. De knoopjes zijn een beetje parelmoer rozig. En ja, die details maken het gewoon af. Dit is toch een super leuke blouse. Gewoon voor naar werk. En hier staat het stofje 100% polyester. Dus helemaal geen katoen. Het is 100% polyester. Dat is wel vaak een zweetstofje. Dus... daar gaan we achter komen. €22 en heb je dus in allerlei verschillende kleurtjes. Dan deze blouse. En deze vind ik ook wel heel erg leuk. Ik moet alleen zeggen dat ik de bovenkant iets minder leuk vind. Want ja, eigenlijk moet je hem dicht dragen. Want het zit anders niet zo mooi. Maar dan vind ik het dus wel een beetje hoog of zo. Maar eigenlijk vind ik dat ook wel weer wat hebben. Dus ja, ik vind hem wel heel erg leuk. En ik vind die pofmouw vooral ook heel erg mooi. Ik moet ook deze alleen nog even strijken. Maar hij zit wel echt onwijs... lekker. Ja, en vooral dit kleurtje. Dit is toch helemaal een leuk kleurtje. Oké, het volgende item is echt een prachtig setje. Ook weer een beetje zo'n groene kleur. Maar ik hou van dit soort dingen in de zomer. Het is echt fantastisch. Als allereerst zit er dus een broek bij.
En dit is zo'n plissé broek. En het is een wijde wide leg pants. Dus hij valt ook lekker losjes en luchtig. Dus als het heel warm is kun je dit prima aandoen. Hij heeft dus ook een band aan de bovenkant. Het enige wat ik wel zie als ik dit omhoog hou, is dat je het kaartje aan de achterkant er doorheen ziet. Dus hij is wel echt onwijs dun. Nou heb ik van die, voor mijn huidskleur van die broekjes. Die kun je er dan onder doen en dan schijnt het allemaal niet door. Dus dat zou ik er dan dus wel onder doen. Anders zie je alles. Maar in ieder geval, hij voelt lekker. Hij ziet er goed uit. Wel dus wat aan de dunne kant. Maar voor de zomer vind ik dat juist wel fijn. En dan echt zo'n lekkere flowy broek. Maar daar hoort dit haltertopje bij als setje. Ja, ik vind het weer helemaal leuk. Kijk, dit is het topje. Ook weer dezelfde onderkant als de broek. En dan heb je hier aan de achterkant een strikje. Nou, je moet het even aanzien op de beelden. Maar ik denk dat dit echt een hele leuke set is. Ook weer met die witte slippertjes. Heb ik in een maatje M en kost €20,50. Heb je ook weer in een paars, roze, echt in elke kleurtje. Maar ik vond deze groene wel heel erg leuk. Nou, en dan dit pakje. Ik vind dit ook weer fantastisch. Dit is toch helemaal leuk. De broek zit heel erg lekker. Er zit ook hier wel mega veel stretch in. Nou, en dit topje zo vind ik ook heel erg leuk. Leuk als setje zo. Kun je ook gewoon losdragen. Oké, het volgende item. Die is wel echt heel goedkoop. Als in, hij voelt echt heel goedkoop. Het ziet er dus op de foto onwijs leuk uit. In het echt vind ik het iets tegenvallen. Maar misschien ook weer bij deze. Als je het een beetje aandoet en wat minder plat maakt. Dat de vorm er weer een beetje in komt. En dat het dan wel goed is. Maar ik vind deze dus echt heel erg leuk. Dit zijn dus ook weer van die slippertjes. Niet echt sandaaltjes. En dan met zo'n stoffen band. Echt van die leuke Ibiza slippertjes. Maar zoals je kan zien, wel echt een beetje aan de goedkope kant. Ik denk dat deze het niet lang volhouden. Het voelt gewoon allemaal heel erg plastic en zo. Maar goed, dat verwacht je ook natuurlijk voor de prijs. Maar die andere voelt dan net kwalitatief wat beter aan dan deze. Maar ik vind deze wel echt super leuk met dit stofje. Dit vind ik echt helemaal het. Dus ik denk dat het gewoon, vooral als je niet veel gaat lopen, dat je deze dan aan kan doen. Deze heb ik ook weer in een maatje 40. En die kostte €10,25. Nou, en dan heb ik dus de sandaaltjes eronder aan. Maar die lopen wel echt heel erg cheapy. Heel goedkoop. Nou, dan komen we alweer aan bij het allerlaatste item van deze shoplog. En ik vind deze zo mooi. Ik hoop echt dat het staat zoals ik het in mijn hoofd heb. Eerst krijg je van die touwtjes bij als een soort riempje. Maar dit is het item. De kleur beige. Hoe mooi is deze jurk? Nou, op de aanbeelden ga je het echt beter zien. Maar dit is echt een prachtige jurk. Zo'n flowy jurkje kan hem dus lekker wijd houden. Als je gewoon zin hebt om een wijde lange jurk aan te doen. Of lang. Het is een korte jurk, maar met lange mouwen. Maar je kan dat riempje ook gebruiken om het dus wat meer te tailleren. Nou, ook deze heeft weer een beetje van die veertjes. Echt heel erg leuk. Een ballonmouw. Dit is dan ook een doorzichtige mouw, zeg maar. En dit is wel gewoon met een stofje eronder. Maar ik vind het model zo leuk. Het lijkt een beetje op van die Colorful Rebel jurken, als je snapt wat ik bedoel. Echt een onwijs leuke jurk. Gouden grote oorbellen. Die leuke deze. Oh ja. Deze erbij. Witte tas. Helemaal leuk. Heel erg benieuwd hoe deze gaat staan. Ook weer qua lengte natuurlijk. Deze heb ik ook weer in een maatje M. En hij voelt echt onwijs lekker zacht aan. Deze jurk kost €20,80. Oké, deze jurk valt echt heel erg groot. Zoals je kan zien. Het valt echt nu als een zak. Dus ik ga even dat touwtje omdoen als riempje. Ja, en dan vind ik hem dus echt helemaal fantastisch. Dit zit toch super leuk. Het lijkt op een rokje met een blouse, maar het is gewoon een jurk. Echt heel erg leuk. Straks met grote oorbellen in. Hij zit echt onwijs lekker. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. Je kan hem nog minder poffier maken. Het is maar net wat jij zeg maar wil. Dan waren dit de items van Shein die ik dit keer heb besteld. Jullie hebben in de aanbeelden kunnen zien hoe het staat. Ik moet het dus nu nog zo aandoen. Ik hoop echt dat het allemaal past. Ook qua lengte. Maar zo op het oog heel erg blij mee. Gewoon weer wat kleur in de garderobe. Ik heb gewoon zo... Dat was een knak. Zoveel zin in de lente. Laat me weten of jij al wat lente items hebt geshopt.
En dan wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet dus niet de code te gebruiken, Floor, voor 15% korting. Ik zal het allemaal in de beschrijving zetten. Ook de linkjes. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik je tot de volgende video weer. Doei doei!